Dit doet net niet genoeg damage. Riolu gaat down. Oh, ik kom echt één beurt tekort, jongens. Eén beurtje. Het is verschrikkelijk. Yo, in het derde event. In de vorige Baby Only Challenge hebben we de zevende badge van Piers gepakt. Toen ontplofte de boel en hier is Leon. En als je Leon vet vindt, doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's op dit kanaal. Let's go. We moeten de achtste badge gaan pakken tegen Ryan. En dat wordt denk ik nog wel een ding. Nog een kaboompie. Ik denk niet dat dat heel makkelijk wordt, jongens. Misschien moeten we nog een klein beetje gaan trainen van tevoren. We moeten onze Pokémon op zo hoog mogelijk levels niet te krijgen. Dan kunnen we natuurlijk hier even deze twee makkers uitdagen die hier lekker staan te chillen. Die zijn lekker aan het genieten van het artiestenleven. Nou, die een heeft ook een mooie luxury ball, joh. Toxtricity en Maractusy. Ik ga me maar eerst eventjes op Maractus focussen, denk ik. Die we natuurlijk niet in één keer kapot maken. Toxtricity doet even lekker Venoshockey. Die gaat lekker keihard op Munchlax. Ja, Munchlax heeft wel een lekker goede verdediging. En ja, Maractus. Oeh, die doet wel even gigadraintje, jongen. Ja, dat vind ik niet leuk. Kijk hoeveel HP die terugkrijgt. Dat vind ik echt niet leuk. Dit accepteer ik niet, jongen. Ik accepteer dit gewoon niet. Dan moet je eens even snel luisteren, Maractus. Nou is het gewoon klaar voor jou, hè? Hier, nog een brik breken en wegwezen. De vraag van deze dag is, welke Pokémon gaat het best doen tegen het team van Ryan? Laat het weten in de reacties. Even kijken of we die Toxtricity nog kunnen slopen. Nou ja, die heeft er niet zo... Die gaat weer Venoshock doen. Ja, nee. Oh, nee. Laat Riolu nou even met rust. Oké, prima, joh. Prima. Dan gooi ik Mantyke er wel even uit. Mijn zwakste Pokémon. Let's go. Ik ga je gewoon verslaan met mijn zwakste Pokémon. Oh, dat is eigenlijk helemaal niet slim, natuurlijk. Die is lekker vier keer niet super effective tegen de... tegen Toxtricity. Maar ik geef hem gewoon die arrogantie terug, jongen. Ik geef hem gewoon die arrogantie terug. Ik versla die Toxtricity met een Pokémon tegen wie hij vier keer super effective is. Let's go. Dan doen we het gewoon op die manier. Als je zo wil rollen, dan gaan we zo rollen. Alright, let's go. We gaan even de tunnel door. Even hier tussendoor fietsen. Ja, mag ik op mijn fietsie? Ja, oké, okay, doei. Yeah, what up, Hopper de Pop? En ben je nou hier weer voor een battletje? Of niet? Of ben je hier nu alleen om te uit te leggen wat er allemaal gaande is? Ja, kijk. Dynamax Pokémon in het wild. Leon is de man. Die zorgt ervoor dat ze allemaal down gaan. En dan gaan we lekker verder. Toch, Hoppie? Ja, oké. Okay. Zijn hier nog trainers? Ja, ik moet nog battelen tegen deze trainer. Dat is nog even gratis XP, hopelijk. Hallo, Gentleman Kaden. Wat heb jij? Een Dioblade. Ja, deze is Ghost-type, jongen. Dit is belazeren. Dan wil je hem gaan slaan, want je denkt, hé, hey, hij is Steel. En dat is super effectief. Maar hij is ook gewoon stiekem een Ghost-type Pokémon. Dus je kan hem helemaal niet raken, joh. Oftewel, Magby moet het even fixen. Oef, Aerial Ace. Nou, valt mee. Ik dacht dat het me meer pijn zou doen. Hier, Flamethrower. Cadeautje. Hier heb je een stelletje vlammen op je zwaard. Wat ze vlat. Lekker. Dag. Ik heb voor jou één Mantyke in de aanbieding. Kom even erbij, Mantyke. Ja, daar. Je moet even tegen Passimian. Of Passimian. Of weet ik veel hoe je dat uitspreekt. Passimian doet even double edge, yo. Doe even rustig, vriend. Rustig, man. Waarom moet je gelijk double slash doen? Oh, ik mis ook nog mijn air slash. Ja. Het gaat lekker vandaag. Het gaat lekker met mijn babyteam, jongen. Thunderbolt, let's go. Als je nou nog meer gaat double edge, dan krijg je dubbel damage terug. Als dat is wat je wil. Oh, nee, nee. Nu ga je bulken. Ja, ja, ja. Nou, helemaal prima. Dan is dit het einde voor jou. Dit is het einde oefening voor jou. Doei. Ja, zo... Hij viel gewoon over die bal die hij vasthoudt. Of wat is het? Fruit? I don't know. Heeft hij nog een Pokémon? Poltegeist? Nou, weet je wat? Ik blijf wel even bij Elekid dan. Kom op, jongen. Je kan wel van een kop thee winnen, toch, Elekid? Ja, toch? Lekker gedaan, man. Oh, nee. Nasty plot. Nee. Oké, oké. Hij boost gewoon zijn special attack eigenlijk. Oké, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Let's go. Let's go. Poltegeist is ook weg. Ik vind Mantyke toch niet zo heel lekker goed, denk ik. Ik kan mijn Mantyke niet zo goed vertrouwen. Ik denk niet dat heel veel van jullie gaan zeggen dat Mantyke straks de beste is tegen Ryan. Ik ben benieuwd of ik het met dit team ga redden. Het zal echt wel moeilijk worden, hoor, tegen Ryan. Het is echt, denk ik, wel de moeilijkste gym battle die ik ga krijgen. Maar ja, dat hoort ook eigenlijk, hè, met de laatste gym battle. Ja, dan komen we hier aan. Dan is de hele gang hier bij elkaar gekomen. En dan krijgen we een verhaal over Dynamaxen. Ja, Leon en Sonja die gaan lekker daar naar binnen. En wij moeten even
even de challenge gaan opzoeken. Magnolia, die was er natuurlijk ook gezellig bij. De laatste gym, jongens. Let's go. Ik weet niet of ik hier helemaal klaar voor ben, hoor. Als ik eerlijk ben. Oh, man. Mijn kleine mini baby Pokémon moeten het toch maar even gaan doen tegen die gigantische Pokémon van Ryan. En we moeten natuurlijk ook nog even de challenge fixen. Tegen de Dragon-typies. Ja, en hij staat al te wachten en even te swipen op zijn telefoontje. Zat hij nou te tinderen, joh? Hij zat te swipen. Ik zag het wel. Deze playboy, man. Dat is echt een playboy. Ja, en we moeten natuurlijk gaan duo battlen, hè. Dat is helemaal een ding. Duo battlen. Dat is het bijzondere aan de 8e gym. En als eerste moeten we tegen Sebastian met Pelipper en Sligoo. En ik heb gewoon eigenlijk mijn twee sterkst aanvallende Pokémon gekozen als eerste twee. We moeten er wel voor zorgen dat Pelipper heel snel kapot is, denk ik. Flamethrower op Sligoo of zo, denk ik. Ik denk niet dat het heel erg handig is. Maar ja, ik moet wat. Ik denk dat Clear Smog niet zo'n hele goede aanval is. Pelipper is in ieder geval weg. Dus dat is heel fijn. Gelijk drie Pokémon ook een level omhoog. Dat is nog fijner. Kijk, dan doen we nu Flamethrower. Maar ja, ik verwacht daar niet zo heel veel van. Oh, dat is wel heel weinig. Oké, ik zal eerlijk zijn. Ik had er wel iets meer van verwacht eigenlijk. Ik weet niet of ik Magby nou hier dat in moet zetten, hoor. Elekidje kan natuurlijk wel. Alhoewel, dat is natuurlijk ook not very effective. Bijna alles is not very effective. Nou, dan ga ik denk ik toch maar voor Clear Smog en voor Low Kick of zo. Dat moet het dan maar doen. Ja, Clear Smog. Hij is voor de helft kapot. Ah, Water Pulse. Nee, geen Water Pulse op mijn Magby. Please. Die Pelipper, dat wist ik volgens mij nog wel dat hij dat deed. Maar Sligoo. Dat had ik even geen rekening mee gehouden dat zo moeilijk te verslaan was. Hij gaat weer voor Water Pulse op mijn Magby. Die overleeft het maar net. En zo hebben we wel de eerste battle gehaald met deze twee Pokémon. Alleen, deze twee Pokémon moeten nu ook beginnen in de volgende battle. En ik denk dat het dan heel snel afgelopen is. Riolu en Magby, allebei ook nog een leveltje omhoog. Eigenlijk had ik nu natuurlijk een Fairy-type Pokémon moeten hebben. Zijn er baby-fairies? Is Smoochum ook Fairy? Of is Smoochum alleen Psychic? Oh jeetje, we moeten nog tegen twee. Oh, wacht. Oh, kijk, we kunnen healen en wisselen. Oké, top. Nou weet ik dat zij niet allemaal Dragon-types gebruiken. Volgens mij was het zo dat er nu Fire-types komen. Ja, dan moet ik het wel toch met Mantyke proberen. Ja, en dan doe ik toch maar weer Elekid erbij, denk ik. Oké, let's go. Ja, Camilla gooit Ninetales en Turtonator eruit. Ja, Mantyke, ik hoop dat je wat goed gaat doen, vriend. Ik hoop dat je wat kan. En ik weet nog wel, die Turtonator, die is af en toe echt super irritant. Want die doet zo'n counterattack. Oké, Ninetales. Laten we eerst op Ninetales kaart focussen. Ninetales krijgt een Thunderbolt en hopelijk ook nog een Bubble Beam om zijn oren. En dan hoop ik dat het klaar is met Ninetales. Ninetales gaat voor Flamethrower op Elekid. Die gaat ongetwijfeld heel veel pijn doen. Ja, Mantyke gaat voor Bubble Beam op Ninetales. Let's go. Oh my god. Super effective. Maar Mantyke doet zo weinig damage, jongens. En oh ja, die krijgt ook nog eens even pijn. Ah, Mantyke, man. Mantyke. Het is wel pijnlijk, hoor. Die kan echt niet veel. Oké, maar Ninetales gaat denk ik weg door Thunderbolt van Elekid. Toppie. Oké, dat is 1. Nu is het sowieso 2-1. Maar Turtonator, die kan nog wel eens vervelend gaan worden. Oh, Munchlax wil Belly Drum leren. Wat doet dat? Hij maximizeert daarmee zijn attack. Maar daarmee gaat wel de helft van zijn HP eraf. Maar als ik die nou als eerst doe, en dan rest en dan snore, dan zou dat best wel eens een sick combi kunnen zijn. Laten we dat gewoon eens gaan proberen. Laten we dat gewoon even gaan proberen. Even kijken of dat een beetje een chille combi is. Let's go. Ja, Bubble Beam Turtonator, ja. Ja, dat doet echt geen hol. Maar ja, we moeten wat proberen. Hij gaat voor Rock Tomb. Ja, Mantyke is gewoon weg. Het is gewoon klaar met Mantyke. Ja. Oké. Is het tijd om Munchlax uit te proberen? Let's go, Munchlax. Doe maar even Belly Drum. Oh nee. Doe maar even Retaliate eerst. Want dat doet natuurlijk dubbele damage dan. Want in de vorige beurt is hem eentje van mijn maten dood gegaan. En Low Kick, man. Doe Low Kick op Turtonator. Let's go. Even kijken wat dat doet. Dat doet het vrij aardig. Dat doet het vrij aardig. En Retaliate eroverheen. Ik ben benieuwd. Of wij... Oeh, ja hoor. Heerlijk. Oh, dit was wel een lekkere combi, zeg. Elekid en Munchlax. Dit deden jullie echt super chill. Altijd fijn als zoiets lukt. Heel top. Oké, de laatste trainer is Aria. Ik weet niet meer zo goed wat zij had, maar ik ga Magby als eerst gebruiken. Want in de vorige hadden we niks aan Fire, dus hopelijk hebben we nu wel wat aan Fire. En dan maar Riolu? Nou, misschien toch maar Munchlax proberen. Let's go. Ja, ik vind dit al spannend. Laat staan als we straks tegen Ryan moeten. Dat wordt wel echt een ding. Abomasnow en Hakamo-O. Oké, Abomasnow... Dat zou moeten kunnen. Oeh, snow warning.
Dat laat het hagelen. Dat is minder prettig. Maar laten we beginnen met een flamethrow op een Bombasnow. Ik ga gewoon belly drummen. Let's go. Munchlax gaat het gewoon proberen. Belly drum. En dan hoop ik dat het lukt tegen twee Pokémon. Het is misschien niet heel slim om dat tegen twee Pokémon te doen, maar dat hoeft ook niet. Want Magby sloopt die gigantische Abomasnow gewoon met één flamethrower. Wat een held. Ik ben wel dol op mijn Magby, hoor. Oeh, ja, deze is super effectief. En dan doe ik nu belly drum en dan gaat mijn HP dus alsnog door het midden. Oké, ik ben dood. Ik ben gewoon dood. Mijn HP gaat door het midden vanaf mijn maximale HP. Dus dan, ja... Ja, ja, niet handig. Riolu, wil jij even komen helpen? Clear Smog en Brick Break, denk ik. Dat is wat we gaan doen op een hakkemootje. Oh, Clear Smog gaat nog best wel oké. Okay. En Brick Break, wat doet dat? Gaat ook best wel oké. Oké, nice. We gaan hem wel verslaan, hoor. Noble Roar, wat is dat nou? Daar gaat mijn aanval en mijn special attack van omlaag. Dus mijn normale en mijn special attack. Oké. Okay. Maar oké, dit lukt allemaal wel. Dit lukt wel. Kijk, Clear Smog doet ook nog meer damage dan ik dacht. Of is Hakumo gewoon zo niet zo'n hele goede Pokémon of zo? Dus valt hij nog een beetje tegen? Hij valt in ieder geval bovenop zijn bakkes. Dat sowieso. Oh, arme Munchlax. Dat ging even helemaal fout net, joh. Ik weet niet of ik die nog ga gebruiken. Ja, Munchlax wel, maar die aanval. Ik denk niet dat dat misschien slim is. Het is een heel groot risico in ieder geval. Yo, we hebben de gym missie gecomplete. En nu mogen we tegen Raihan zelf. Ja, en Raihan begint met Flygon. En met Boldor. Ik denk dat ik begin met Munchlax en Mantyke. Maar ik denk echt dat Mantyke gelijk kapot gaat. Of misschien moet ik met Bidoo beginnen. En met Munchlax. Of met Bidoo en Mantyke. Ik weet het niet. Bidoo en Mantyke gaan sowieso kapot. Bidoo en Mantyke. De eerste twee die het mogen gaan proberen. En de eerste twee die waarschijnlijk ook heel snel kapot gaan. Maar ja, ik hoop dat ik gewoon wat aanvalletjes kan landen op ze. Oké, Raihan, let's go, let's go. Ik ben zenuwachtig voor deze man. Ik heb niet super goede Pokémon tegen Raihan. En Raihan is wel de beste trainer, denk ik, van alle gymleaders. Gigalit. Oh ja, het is natuurlijk geen Boldor, het is al Gigalit. En Flygon. Ik denk dat ik even vol op Gigalit ga. Ja, en het begint natuurlijk al gelijk met een Sandstream. Heel vervelend. Maar ja, het is niet anders. We gaan voor Bubble Beam en Absorb op Gigalit. En Flygon... Oh, Flygon gaat gelijk voor Thunder Punch. Ik wist dat Mantyke snel kapot zou gaan. Maar zo snel, dat had ik nou ook weer niet verwacht, als ik heel eerlijk ben. Oh, Stealth Rock ook. Ah, dit gaat een hele... Dit gaat niet goed komen. Dit gaat niet goed komen. Ik moet gewoon nu al Riolu gaan inzetten, denk ik. Ik wou Riolu veel langer bewaren, maar ik moet het gewoon nu al gaan doen, denk ik. Weet je? Screw it. Misschien moet ik hem ook wel gewoon gaan Dynamaxen. Dan is het straks gewoon een kwestie van overleven, hopelijk. Ik moet gewoon heel snel die Pokémon van hem down zien te krijgen. Dat is het hele ding. En dan hoop ik dat het maar op deze manier gaat lukken. Ik heb geen idee of het gaat lukken. Het is een super groot risico dat ik dit doe. Maar we gaan het gewoon proberen. Flygon gaat voor een Breaking Swipe. Die raakt ons gelijk allebei, potverdorie. Attacks gaan naar beneden. Oh, Flygon is ook wel een probleem, hoor. Misschien had ik eerst voor Flygon moeten gaan. Maar ja, ik heb nu al gekozen. We gaan eerst voor Gigalit. En het gaat niet snel genoeg. Bidoo's attack gaat wel omhoog. En mijn attack gaat ook omhoog, toch? En Bidoo doet nog even een Absorpie. Dat is dan weer wel chill. Krijgen we wat HP terug. Bidoo houdt het langer vol dan dat ik van tevoren had ingeschat. En Gigalit mag nog gaan rockblasten. Oh, niet te veel alsjeblieft. Hou op. Hou op. Bidoo is ook dood. Gaat helemaal niet goed. Magby en Elekid heb ik niks in deze battle, denk ik. Alhoewel, Elekid heeft nog wel een move die wel zou kunnen. Namelijk die low sweep of zo. Wat is het? Ik laat Munchlax maar even retaliaten, denk ik. En ik ga denk ik Max Steel Spike doen. Want dat boost namelijk de verdediging van mijn Pokémon. Dat kan ik denk best wel goed gebruiken. Hij doet weer Breaking Swipe. Oké, dat valt wel mee. Maar mijn verdediging wordt nu geboost door Max Steel Spike. En dat is ook super effectief tegen Gigalit volgens mij. Want dat is toch een steentype Pokémon. Dat is een steentype Pokémon. Kijk. Mijn verdediging gaat omhoog. Daar moet ik het dan misschien nu maar even van hebben. Ah, maar dit is pas de eerste Pokémon die ik kapot maak, jongens. Dit is pas de allereerste. Oh, en het lukt gelukkig wel net. Not very effective, dat wist ik van tevoren. Maar ik had het risicootje maar genomen. Riolu gaat naar 52. Hoe Final Gambit leren, wat is dat dan? Dat is een all-out attack. Als je full HP bent, is dit wel heel sterk. Misschien moet ik die even leren in plaats van payback. Gewoon voor nu, voor deze battle, let's go. Stel dat ik hem straks op max HP kan krijgen met een max revive. En ik heb nog één Pokémon over. Dan zou ik die move kunnen gaan proberen. Oké, hij stuurt nu Sandaconda eruit. Munchlax moet lekker gaan resten. En ik ga proberen die Sandaconda maar aan te pakken, denk ik. We blijven leven. Dat is top. Ik ga weer Max Steel Spike doen, zodat mijn verdediging omhoog gaat. Ja, mijn aanval die gaat wel elke keer naar beneden. Maar mijn verdediging wordt hiermee geboost. Dus ik hoop dat dat een beetje
hetgeen is waardoor dit goed blijft gaan. Het wordt een hele lange battle, denk ik. Seconde gaat voor Earth Power. En Riolu is kapot. Kom op, baby team. Munchlax gaat resten. Ja, zolang we gewoon met z'n tweeën kunnen blijven... Ja, dan zou het misschien goed moeten komen. Maar het is toch wel heel lastig hoor, dit. Kijk, ik heb alleen nog maar Magby en Elekid. Heel lastig, deze. Ja, ik kan een low kickie doen. Maar dat doet natuurlijk veel te weinig damage. Ja, nee, dit gaat hem niet worden, jongens. Dit gaat hem niet worden met dit teampie. Ik zal echt nog keihard moeten gaan trainen om dit te gaan fixen. Oh, maar oké. Flygon is wel paralyzed. Oké, dat is lekker. Rocky Helmet doet hem natuurlijk ook damage. Ja, Earth Power op Elekid. En dan is Elekid ook alweer klaar. En dat gaat ook gebeuren met Magby. Sandstorm is wel weg nu. Maar ja, volgens mij kan die Seneconda gewoon weer Sandstorm doen. Ja, ik heb Max Revives. Misschien moet ik die maar gaan gebruiken. Eentje voor Bidoo even. Het is echt zo jammer dat Mantyke niet goed genoeg is. Want Mantyke heeft op zich prima typings hiervoor, man. Echt zo zonde. Seneconda doet Glare en die paralyze mijn Magby ook nog even. De Flygon die blijft maar lekker gaan met die freaking Breaking Swipe. Ja, misschien was het toch beter om daarop te focussen, man, op Flygon. Want hij maakt al mijn Pokémon zo zwak. Oké, Snor op Seneconda. Die doet Sandspit. Ja, en dan is het weer aan het stormen. Ah! Ik ga Riolu denk ik ook maar even gewoon een Max Revive geven. Grote problemen, jongens. Grote problemen. Seneconda gaat niet mijn Magby slopen. Dat wist ik al van tevoren. Mijn Magby en mijn Elekid zijn kanonnenvoer om de rest te reviven. Ja. Daarmee gaat de aanval weer naar beneden. Het is echt niet handig dit. Het is niet handig. En ik ben wakker geworden ook nog. Oh nee, jongens. Oké, Bidoo, let's go. Ik zou bij beide strakjes dezelfde tactiek kunnen doen, hè. Die snor-tactiek. Dus dat we gewoon lekker gaan slapen. En dat we dan snor gaan doen. Ik ga nu met Munchlax weer doen. En ik zou hem hierna eventueel ook met Bidoo kunnen doen. Als het lukt... Als het lukt. Want ik ben nu ook weer paralyzed. Kijk, Munchlax is nu weer aan het slapen. Nou, het is wel een optie. Munchlax gaat nu Seneconda slopen. En dan hoop ik dat Bidoo in slaap valt. En dat Bidoo niet paralyzed is. Oh, wat? Fire Fang? Heb jij Fire Fang, gast? Doe eens normaal. Waarom heb jij Fire Fang? Waar slaat dit op? Dit gaat helemaal nergens over. Dit kan toch niet? Hoe kan Seneconda nou Fire Fang hebben? Dat slaat helemaal nergens op. Nou, hij is wel down. Ja, potverdorie. Die had ik echt niet verwacht. Oké, Riolu, let's go. Ik wil eigenlijk die all-out attack doen, maar ik denk niet dat ik dat moet doen. Ofwel. Ah, ik heb denk ik net een Pokémon te weinig over, jongens. Kijk, ik heb er nog maar 2 over. Nou, weet je wat? Munchlax, die doet nu toch bijna geen damage, denk ik. Ik pak toch maar even weer een Max Revive erbij. En die gaan we op Bidoo gooien. Ja, laten we die even op Bidoo gooien. En dan gaan we Final Gambit doen. Dan weet ik alleen niet of ik het op Duraludon of Flygon moet doen. Duraludon gaat sowieso Dynamaxen. Ja, we moeten die 2 tegen 1 blijven houden. Of heb ik nu een hele slechte keus gemaakt? Kan ik Flygon niet raken met fighting attacks? Is dat nu de fout die ik maak? Want anders doe ik echt 114 damage tegen Flygon. Dat zou wel echt lekker zijn. Oh, misschien heb ik een hele stomme fout gemaakt nu. Spannend. Alles of niet. Ik drukte echt te snel. Ik had het even moeten checken. Duraludon gaat voor Max Knuckle. Doe dat dan maar op Munchlax. Top. Oké, dat mag. Dat mag jij op Munchlax doen. Duraludon en Flygon's attack gaan omhoog. Ja, dat is ook nog wel een probleem. Ik doe Final Gambit. Final Gambit. Ja. Ja. Lekker. Lekker. Oké, Flygon is in ieder geval weg. Dit is goed nieuws, denk ik. Want nu heb ik nog een Max Revive over. Of ik kan die tactiek doen dat we gewoon allebei gaan slapen. Oké. Sandstormpie is ook weg. Bidoo mag eruit. Oh jongens, dit wordt denk ik toch nog misschien spannend. Ik denk dat Munchlax gaat wakker worden. Dus Munchlax mag opnieuw gaan resten. Ja, bij Bidoo, ik weet al, bij Bidoo ga ik weer een Max Revive geven aan Riolu. En dan hoop ik dat ik straks nog een keer diezelfde move kan gaan doen met Riolu. Daar hoop ik heel erg op. En ik hoop heel erg dat mijn Munchlax niet doodgaat. Oké, nu hebben we alsnog een probleem. Nu hebben we alsnog een heel groot probleem. Ja, dit had niet moeten gebeuren. Final Gambit. We gaan het maar gewoon proberen op Duraludon. Bidoo moet gewoon even overleven. Dan probeer ik Munchlax te reviven. Dan heeft Munchlax in ieder geval 105 HP, wat hopelijk dan voldoende is. Maar Duraludon is nu zo gepumpt. Duraludon is nu zo opgepompt, jongens. Bidoo gaat ook down. Oh, nee. En dan doe ik nu die... Nee. Hij had het moeten overleven. Dit doet net niet genoeg damage. Riolu gaat down. Oh, ik kom echt 1 beurt tekort, jongens. 1 beurtje. Serieus.
Eén klein beurtje. Het is verschrikkelijk. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Even goed nadenken. Ik ga even een hyper potion geven aan Munchlax. Kijken of Munchlax het een beetje lang genoeg kan overleven. Dat de klappen van Duraludon misschien meevallen. Maar ik denk het niet. Hij gaat voor body press. Oh nee. Ik kom echt één beurt tekort. Dit is zo naar. Als ik nu nog met z'n tweeën had gestaan en Ryolu had er full HP bij kunnen zijn, dan hadden we gewonnen. Ja, max potion maar voor Munchlax. Ik hoop gewoon dat Duraludon dan een keer mist of zo. Het is... Nee. Hij gaat niet missen. Hij gaat mij slopen. Weet je, dan ga ik voor een gelijkspel. Ik ga er alles aan doen. Waarschijnlijk wordt het net geen gelijkspel. Ik ga voor een revive op Ryolu. Munchlax gaat nu down door body press. Dat is wat er gaat gebeuren. Ryolu komt erin. Dan hoop ik dat Ryolu sneller is. Ja, maar ik raak al mijn Pokémon kwijt. Nee, nee, dit kan ik niet aan. Eén Pokémon tekort. Eén beurt te weinig. Oh, wat is erg dit. Andere moves gaan ook niet helpen. Sowieso niet. Die zijn niet sterk genoeg. Oh, hij doet breaking swipe. Nee. Nee. Nee! Ah, oh, jongens. Babyteam, kom op. We waren zo dichtbij. Doe een duimpje omhoog als je dit toch een hele spannende video vond. En dan gaan we het in de volgende aflevering wel fixen. Vergeet niet te abonneren als je dat wil zien. Zie ik jullie bij mijn revenge video. Mazzel!